Voor een gezellige Olympische huldiging zijn een aantal ingrediënten nodig. Toproeiers, coaches, sponsoren, vrienden en familie, vedettes van weleer en natuurlijk een bijzondere locatie. De roeifamilie was door Aegon uitgenodigd om in de Amsterdam Arena bijeen te komen om de medaillewinnaars van afgelopen seizoen te eren. Meer dan blij, want dit is geweldig om de reacties ook te horen van de mensen. Kijk, de oud-Olympisch kampioenen die er zijn en de mensen die al zo lang in de roeiwereld rondlopen, die kennen wij persoonlijk niet. Maar hoe ze reageren op het feit dat ze elkaar weer zien en dat dit mogelijk wordt gemaakt, is echt heel erg leuk om te ervaren. Drie boten werden in de arena geëerd door hun voorgangers. De zilveren lichte twee zonder van het WK, van Arnoud Gerdanus en Joris Pijs, kregen een cheque uitgereikt van de enige lichte Olympische medaillewinnaars bij de mannen ooit, Pepijn Aardewijn en Maarten van der Linden. Vervolgens was het de beurt aan de bronzen mannen twee zonder van 1972, Ruud Stokvis en Roel Luinenburg. Die eerste zetten de Europese kampioenen Mitchell Steenman en Rogier Blink in het zonnetje. Want je ziet veel bekende, eigenlijk misschien wel te veel bekende, ik ken ze ongeveer allemaal. Dat betekent dat ik toch al wel een poosje meega. En ik was wel vooral heel erg happy met de woorden van Ruud Stokvis. Tot slot werd de bronzen vrouwenacht van Londen toegesproken door de zusjes Hellemans. In 1984 de eerste Olympische medaillewinnaresse ooit. Ja, we vinden het heel erg leuk om uitgenodigd te zijn voor dit evenement. En het is ook een soort reunie voor ons. Drie andere vrouwen uit de damesacht uit 1984 zijn hier ook aanwezig. Dus erg leuk. Erg leuk. Heel erg leuk dat al die oude medaillewinnaars er ook zijn. En eigenlijk heel erg toepasselijk dat natuurlijk dat we die check krijgen van de zusjes Hellemans. Ja. Waarom dan? Nou ja, ik kom van de Hunze. Zij zijn ook op de Hunze begonnen en ze hebben daar heel lang geroeid. Er is daar een boot naar hun vernoemd waar ik in heb geroeid. Dat is wel heel erg leuk en we komen elkaar wel steeds vaker tegen omdat er van dit soort dingen worden georganiseerd. Ja, heel erg leuk. Ja, zeker voor herhalend vatbaar. Dit is eigenlijk de eerste keer dat we ook zoiets meemaken en uitgenodigd worden. En ik vind het heel leuk om te zien hoe het Nederlandse roeien er nu bij staat. Na de huldigingen woonde het gezelschap ook nog de wedstrijd Ajax-VVV bij en kreeg het bezoek van twee spelers, Ejong Eno en Victor Fischer. Een geslaagde avond voor alle partijen. Ik weet dat Aegon een goede sponsor is, maar ik denk wat Aegon echt uniek maakt is dat we niet alleen natuurlijk geld geven aan de roeibond of aan Ajax, zodat we kunnen investeren in opleidingen en in eerste elftal of eerste boten. Maar dat is ook altijd zo goed zijn voor sporters, dat vind ik het mooiste. Dat is bij schaatsen al zo. Het bewijst het hier nog wel weer bij het roeien. Maar eigenlijk ook bij Ajax organiseren ze reunieën voor oudspelers. Ja, dat is wel iets wat Aegon groot maakt, denk ik. Vanavond gezellig en dan vanavond weer terug naar Maasdam op trainingskamp. Want we moeten natuurlijk volgende week de hel wel met wat meer winnen dan een tiende. Die toevallig nog talentjes hier tussen zitten voor voetbal? Aan de lengte zal het niet liggen. En een beetje kopkracht voorin kunnen we misschien wel gebruiken. Dus als we daar een beetje op zouden trainen, zou dat helemaal niet zo gek zijn.